Zoals jullie weten heeft het lichaam ontelbare vijanden. Virussen en bacteriën van allerlei soort. Ze kunnen ziektes veroorzaken. Soms ernstig, soms onschuldig, zoals... verkoudheid. Tegen de microben beschikt het lichaam over de witte bloedpolitie... waar jullie lymfocyten binnenkort lid van worden. En ook de andere specialisten, zoals de polynucleïden, de macrofagen... antilichamen en anderen. Maar het lichaam wordt ook bedreigd door allerlei vergiften, toxinen. Gassen en chemische producten waarvan sommige natuurlijk zijn... maar andere het merendeel door de mens worden gefabriceerd. Om ons te beschermen tegen die toxinen hebben we gespecialiseerde eenheden, de antigif-enzymen. Kleine eenheden die gemaakt worden door alle cellen. We moeten terug, ze wacht op ons met het eten. Moet je al dat verkeer nou toch eens zien? Met al die uitlaatgassen kan je niet meer behoorlijk ademen. Opgelet, indringers. We zijn in de amandelen op onze eerste verdedigingslinie. Moet je kijken wie probeert binnen te sluipen. Herken je ze? Oh, pardon. Bacteriën zijn niet makkelijk te verteren. Hè? Opgelet, daar komt nog meer viezigheid aan. Dat zijn geen microben, chef. Dat zijn luchtverontreinigingsstofjes, rookdeeltjes dus. Die zijn ook ongezond. Maar goede enzymen houden verder op de wacht. Die houden zich gewoonlijk bezig met die klantjes. Vooruit, nog eventjes doorbijten, oudje. Kom, geef me je hand maar, ik zal je helpen. We zijn bijna in de longblaasjes aangekomen. We gaan frisse lucht inademen. Echt te ver. Ze moeten geen vuile luchtbellen sturen. Moet je zien wat een vuiligheid. Maar wat afschuwelijk. Ja. Oeh. Wat zijn dat voor enge dingen? Kijk, daar is luchtverontreiniging, kapitein. Ja. Oproep aan de macrofagen. We hebben zojuist giftige deeltjes ontdekt. Zone 35 van de longslagadertjes. Zo snel mogelijk opruimen. We moeten andere macrofagen en andere witte bloedlichaampjes erop afsturen. Het zal moeilijk worden om ze te vinden. Het zijn chemische vervuilers. Hoe kunnen we ze herkennen? Je dames schaak. Nooit gedaan, zet je loper daar. Koningsschaak. Als ik nou mijn toren daar zet. Wat is dat daar? Je zou toch zeggen... Het is luchtvervuiling, maak je geen zorgen. Het is buiten de cel. Dat ruimen ze altijd gauw uit de weg. Jij bent aan de beurt. Volgens mij is de cel vervuiler. Straks komt hij hier nog naar binnen. Wel nee, we zijn toch goed beschermd. Er zijn vervuilers die door het membraan heen dringen.
Ik geloof dat ik aan de beurt ben. Je doet zomaar wat omdat je verliest. Het gif komt binnen. Het komt de cel in. Wegwezen! Let op wat je wonder kan! We hebben de vijand ontdekt. Ze gaan de cel binnen. Te laat. Ze zijn al binnen. We kunnen ze niet meer volgen. Chef! Chef, een vijandelijke inval. Wat zijn het dan? Microben? Nee, chef. Het lijken vervuilingsstofjes. Toxine. Ze zijn zwart en ze gaan naar het centrum toe. Naar de celkern. We moeten onmiddellijk de kern waarschuwen. Het zijn waarschijnlijk toxines. Ze zijn zwart en gaan in de richting van de commandopost. Lokaliseer ze met spoed. Ja, ik herken ze al. Het zijn rookvervuilers die verwijderd moeten worden. Ze moeten weg zijn voor ze bij een kern aankomen, anders zijn we in groot gevaar. Dat is mijn specialiteit, baas. Ik ben lid van de antitoxinebrigade. Die smerige kringen vertelg ik in een handomdraai. Ben je in je eentje? Voorlopig wel, ja. Je zult wel hulp nodig hebben. Het zijn taaie vervuilers. Ga maar gauw, dan zullen wij de ribosomenfabriek op gang brengen om voor jou hulptroepen te maken. Zet de lopende banden meteen stil. Breng de synthese van de antitoxine-enzymen tegen benzo op gang. Waarschuw onmiddellijk de betrokken chromosomen. Urgentie, vooruit, onmiddellijk uitvoeren. Chromosoom 6, oproep van chromosoom 6 voor een spoedproductie van antitoxine-enzymen. Urgentie, chromosoom 6, alstublieft. Mijn slaapje. Ik heb recht op mijn slaapje zo nu en dan. Net als iedereen. Goed, ik kom. Gooi me niet overhoop. Ik kom. A, C, D, B, A, A, T, A. Ha! Hier zijn de cytochromogenen van de antitoxine-enzymen. Activeren, onmiddellijk activeren. Het beperkende enzym, kom maar hier alsjeblieft. Hier zo, begin van het antitoxine-gen. Knippen. Hier is het einde van het gen en van zijn boodschap. Knippen naast die A. Goed, dan sturen we het nu uit de celkern met spoed naar de ribosomenfabriek. Oei! Nee, het DNA dat is de basisinformatie en dat mag nooit de kern verlaten waar we het kunnen beschermen. Is dat goed duidelijk? Verdubbelen, we moeten kopieën maken, begrepen? Het origineel blijft dus hier, altijd. Anders raken we kostbare gegevens kwijt die we dan nooit meer terug kunnen krijgen. Hoe vaak moet ik dat nou tot tegen jullie zeggen? Er is ijzer tekort. De antitoxinen hebben ijzer nodig. IJzer. Wat? IJzer in de eiwitten? Jawel, zonder dat zijn ze niet werkzaam. Plaats een besnelling bij de MILT, de grote ijzerreserve. Vlug, we hebben geen tijd voor discussies. Goed, chef, als jij het zegt. Hallo, spreek ik met de MILT. Hebben met spoed ijzer nodig. Als gevolg van overbelasting kan uw gesprek niet plaatsvinden. U wordt verzocht later nog eens te bellen. Als gevolg van over... Met de miltfabriek, wij hebben ijzer nodig. Met spoed voor de aanmaak van... Heer de Waagportier, centrum van het ingewandsdoorvoer. U wordt verzocht het nummer dat u gedraaid heeft te controleren.
Bent u de Milt? Ik roep de Milt op, de ijzerreserve. Ja hoor, meneer. Waarmee kunnen we u van dienst zijn? IJzer. Wij hebben ijzer nodig om antitoxine-enzymen te maken. Hallo? De Milt? Ja hoor, meneer. U spreekt met de Milt. Hoeveel wil u precies hebben? Eens kijken. 2.350.000 atomen ijzer voor de Ja hoor, meneer. Voor de aanmaak van antitoxine-enzymen. We hebben uw bestelling genoteerd en zullen die onmiddellijk verzenden. Wij danken u voor uw telefoontje. Hé, hey, die RNA-boodschapper, waar blijft die? Hier zo, hier zo. Goed, onderbreek het doorgeven van de huidige boodschap. En jij daar, zet daarvoor in de plaats de RNA-boodschap voor het antitoxine-enzym. Snel, snel vooruit, ligase-enzym. Zet de boel met spoed aan elkaar. Vooruit zeg, schiet op! Schiet je nou op, ja of nee? Het is goed! Verbinding gemaakt met groot succes. Wat doen we nu? Jullie zijn antitoxine-enzymen, nietwaar? Jullie moeten het lichaam beschermen tegen allerlei vergiften. Ik heb het gevoel dat jullie iets missen. Eens kijken, wat zou dat kunnen zijn? Ik heb het, ijzer, het harnas, ijzer natuurlijk. We hebben een spoedbestelling bij de Milt geplaatst. Een konvooi is onderweg. En met grote spoed, baas. Kijk eens, station. Ja, dat is een rangeerspoor. Het komt uit de Milt. Ze bereiden een ijzerlevering voor. Het kan niet missen. Hij zegt, wat is er aan de hand? Als voetgangers mogen oversteken, mogen de treinen er niet langs. Maar ik heb een urgente ijzerlevering. Dat kan niet wachten. Kijk, daar is die valspelers. Dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Ah, de trein. Jullie hebben wel de tijd genomen. We hadden leveringsproblemen, maar hier is jullie ijzer. Per express. Bovendien is het schroot van de beste kwaliteit. Nou, het is niet echt snel gezien de tijd die we wachten. Kijk eens aan. Ga maar. Jij was hier het eerst. Geloof me, we zijn prachtig. Het is schitterend. Hé. Hey. De cel verkeert in gevaar. Jullie moeten een opdracht uitvoeren. Schiet op. De benzotoxines zijn vanuit het oosten de cel binnengedrongen. Ze trekken in gesloten formatie op in de richting van de kern. Er is groot gevaar. Wij antitoxine-enzymen hebben opdracht gekregen om de kern te beschermen en de aanvallers te verslaan.
Verspreiden jullie! Er zijn verschillende vijandelijke eenheden. Het lukt. Zo, we hebben hem. Demonteren, anders kan het lichaam hem niet verwijderen. Er moet er nog eentje zijn. Waar is die? Die is voor mij. Let maar eens goed op. Hij heeft de kern bereikt. Oppassen, chromosomen. Er is gevaar voor mutatie. Maar ik zal hem al krijgen. Wat is dat voor een geluid? Bas. Bas, de situatie is ernstig. Wat is er dan? Waarom al die drukte? Een beschadigde chromosoom. Het is chromosoom 4. Gevaar voor mutatie door chemische vervuiling. Betekent dat dat... Ja, een kanker als de ontregelde cel zich gaat vermenigvuldigen. En als ze door kunnen groeien is dat slecht, heel erg slecht. Ze dringen gezonde cellen binnen en verhinderen die om hun werk te doen. Maar we kunnen de zaak nog redden. Maar hoe dan, baas? Op verschillende manieren. Onze antitoxine kunnen ze verdelgen. En onze lichaamspolitie kan de aangetaste cellen vernietigen. Anders is het ernstig, heel ernstig. Maar de reproductie is niet begonnen. En we moeten het DNA zien te repareren met behulp van gespecialiseerde enzymen. We repareren het door het gif eruit te halen, zo gauw mogelijk. In orde, baas, ze zijn begonnen. Genetisch materiaal beschadigd. Ik ga erheen. Oh, verbrijzel mijn handen niet. Kijk uit. Hier zet je voet maar op mijn schouder. Mijn neus. Let een beetje op mijn neus. Het is nu jouw beurt. Hoe is dat te verwerken? Waarom doe jij niks? Ik stel het DNA samen. Ik zorg dat het klopt. Ik moet nadenken over de goede volgorde. Ik doe intellectueel werk, ja? Dus laat me alsjeblieft nadenken. Jij daar, geef me dat stukje, dat lange. En jij daar, geef me dat rode maar. En nu die daar, dat stukje. Ziezo, jij. Hou jij de zaak maar bij elkaar. Dat is een kunstwerkje. En dan nu de reparatie. Kom erbij, kom erbij. Hup, 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 hup. Kom maar hier, mooi zo, heel goed, dat is perfect. Pak nu de hand van A, terwijl G van zijn kant hetzelfde gaat doen met zijn buurman. Nee, de andere A. Goed, en nou niet meer bewegen. Goed zo, het houdt. Bravo. Het is voor elkaar, reparatie uitgevoerd zonder fout. Gewone cel, klaar om zich te gaan delen. DNA gerepareerd, alles in orde. We hoeven het alleen nog maar in het chromosoom te stoppen. Mm. Mm.
niets beter dan een dutje om bij te komen. Zien jullie, alles komt goed. Het menselijk lichaam heeft onvoorstelbare reserves om tegenslag te overwinnen. Eens kijken wat er elders gebeurt. Goed zo, de toxines zijn vernietigd. Dan hebben we nu de schoonmaakploegen nodig. Oproep aan de transportvoertuigen naar de lysosome. Vooruit, ruim de hele zaak op. Kijk eens, de lysosomen. Dat zijn dus de magen van de cel. Ze verteren de afvalproducten en gooien die daarna de cel uit. Vertering afgelopen, klaar om afval uit te stoten. Vertering afgelopen, klaar om afval uit te stoten. Akkoord, afvaluitstoot toegestaan. Maar wat is dat voor rotzooi? Diverse afval, dat wat de cel niet nodig heeft en schadelijk voor haar kan zijn. Maar geen zorgen hoor, we zijn zo bij de nieren. Die maken alles schoon. Kijk eens, dit hier is een nierader, we zijn er. Nou, dit werd tijd ook. Ik vind het echt niet leuk zo vuil te worden. Moet je mij nou eens zien, zo kan ik me toch niet vertonen? De nier, dat is het schoonmaakcentrum van het bloed, nietwaar? Of niet soms? Ja, inderdaad, meer dan een liter bloed per minuut gaat er doorheen. Het afval wordt gezuiverd en weggevoerd. En worden wij dan weer schoon? Ja, wacht maar af. Opletten. Hou je goed vast. We zijn er. We gaan nu naar binnen toe. Is het gevaarlijk om naar binnen te gaan? Wel, nee. Maak je maar geen zorgen, hoor. Kijk eens, we gaan nu naar een heel eenvoudig bloedzuiveringsstation. Kijk eens hoe schoon we zijn. Ja, geen enkel vuiltje meer. Ik zei het jullie al, de nier haalt al het vuil weg, zelfs de hardnekkigste vlekken. En weet u misschien ook waar al die viezigheden heen gaan? Nou, ze worden verwijderd. Oh, gaan ze daarheen, die afvalstoffen? Ja, naar de blaas. En daarna? Daarna is het heel eenvoudig. Heel eenvoudig? Jazeker.